heb hier natuurlijk maar een klein stukje gehaakt. Ik ga niet het volledige deel haken. Stel dat dit het rugpandje is en dit het voorpandje is, of andersom. En die punten, als je die op elkaar legt, kan je deze punten hier, moet dan dezelfde lengte zijn, de schouder raken. En hier en daar kun je de oksel aanraken. Dan is jouw bovendeel klaar. En dan gaan we beginnen met de body te haken. Wat je doet, in het deel wat je klaar hebt gehaakt van het rugpand, stel dat dit het rugpand is en dezelfde breedte als deze is, dan hecht je deze draad af. Wat doe je? Je haakt dan dus twee lossen, zoals ik altijd doe. Knip je de draad af, haal het lusje door en trek je hem aan en schuif je die twee knoopjes op naar het werk. Dan zit hij vast, gaat hij nergens meer heen. Nu ga je in het deel starten. Je bent geëindigd met het deel waarop je 9 stokjes hebt, 2 losse en 9 stokjes. Dan ga je het deel met deel 2, eerste deel en het tweede deel aan elkaar hechten. Nou, even mijn 2 lossen eruit halen. Wat je gaat doen voordat je gaat starten, je gaat eerst 3 lossen haken voor de eerste stok. Dan pak je het tweede deel erbij. Zorg ervoor dat je de steken allebei dezelfde kant op hebt, dus de goede kant voor je. Wat je doet, je draait hem om en je gaat nu eerst de toer haken. Dus je hebt je 3 lossen gehaakt, dat zijn het eerste stokje, het tweede stokje ernaast, 2 lossen en je gaat die eerste toer opstarten tot je hier bent in die laatste stok. En dan gaan we dit deel aan het tweede deel vasthechten. Ik heb die toer gehaakt, ik heb mijn laatste 2 stokjes gehaakt en je gaat nu het andere pandje pakken. Of het nou het voor- of het rugpandje bij jou is, dat maakt niet uit. Je kijkt hier natuurlijk in de ene laatste toer tegen de verkeerde kant aan, dus zorg hier dat je ook de verkeerde kant te pakken hebt. Wat je doet is, je gaat direct op die eerste stok een stokje haken. Dus je haakt als het ware door, hier. Hier steek je hem in, dus in het eerste stokje. Daar waar je draad hebt afgehecht van het ene pandje. Zo. En nou zit deze al aan elkaar. En dan ga je door. In de volgende steek ook een stokje. Dus je pakt nu gewoon de steken op van de toer zoals je net ook gedaan hebt. Alleen je haakt door in de volgende deel. 2 lossen en dan weer 7 stokjes. 2 lossen, 3 stokjes in het gaatje. En dan enzovoort enzovoort. Tot je bij de laatste 2 stokjes aan bent. En dan gaan we de toer sluiten. En dan laat ik je nog eenmaal zien hoe je de toer verder doorhaakt. Want het is gewoon draaien, elke toer je werk draaien. Ik haak dit stukje even af. En dan zien jullie me straks aan het einde weer terug. Ik heb dus de toer doorgehaakt. En nu gaan we dit puntje aan dit puntje vasthechten. Wat je doet is, je pakt hem dubbel. En je legt hem neer. En nu ga je naar die eerste 3 lossen die je gehaakt hebt. En in die derde losse sluit je deel 1 met deel 2 samen met een halve vaste. Haak je 3 lossen. En dit is wat je nu elke toer gaat doen. 3 lossen, werk draaien. Je zit nu dus boven die tweede stok van dit pandje. Dus niet van dat pandje, van dit pandje. Haak je 2 stokjes naast elkaar en dan ga je door. Tot je weer terug bent in het begin. En dan sluit je weer met een halve vaste in de derde lus. 3 lossen en werk draaien en dan ga je die kant op. Nou, zo blijf je rondjes doorhaken. Als je nou de wijd uitlopende rand wilt gaan creëren zoals in de foto die online staat, dezelfde kleur als deze. Wat je dan doet is in die tweede steek of hier in de eerste 2 haak je 2 stokjes en dan eentje naast, of je doet 1, 1 en in de volgende 2 stokjes. En dat herhaal je ook aan die andere aansluiting hier. En elke toer in het midden of aan de buitenkant, wat jij wil, wat jij prettiger vindt, haak je in het midden 2 stokjes per deel. Dus je komt uiteindelijk in het midden met 4 stokjes uit. En hier 4 stokjes. Zo ga je door. En blijf je doorgaan totdat jij het mooi vindt, tot bijvoorbeeld over de heup heen kan. Dat kan je doen met een getailleerd model, maar kan je ook doen met het losse model. Dus als jij richting de heupen toch wat krapper vindt zitten, wat nauwer, dan haak je in de eerste 2 stokjes hier, 2 stokjes per steek. Dus heb je 4 steken, of in de buitenste steek hier, dus 2 stokjes. Aan beide kanten. Dan blijf je herhalen tot de breedte die jij wilt. Als je nou de breedte hebt gehaald en je wil een snit en je wil de achterpandje iets langer dan het voorpandje, wat je dan doet is precies tussen die twee in, maak er een splitsing van het voorpand en het achterpandje. Dus wat je dan doet is gewoon de 3 losse haken zoals je nu gedaan hebt. Zorg je even voor dat je natuurlijk in het tweede deel terecht komt en daar haak je rond tot aan de andere aansluiting. En dan stop je en dan haak je weer 3 los en ga je weer terug. Net zoals je het alle tweede deel los gehaakt hebt. Dat is voor het splitje als je die wil gaan maken. Dus dan haak je alleen van hier tot hier, zoals je dit pandje of zoals je dit pandje losgehaakt hebt. En dan kan je zeggen, ik ga het rugpand iets langer doorhaken dan het voorpandje. Dat kan allemaal. Als je dan klaar bent, dan ga je rondom de randen, behalve aan de bovenkant, daar heb ik alleen een toer vaste gemaakt om de extra stevigheid te krijgen, ga je waaiertjes maken. Waaiertjes maak je door dit te doen. Als je in de hoek bent van de oksel, sluit je hier aan met een vaste. Ga je in de eerste stok dus dwars op, maak je 5 stokjes in. En hier maak je een vaste. Hier maak je 5 stokjes. Hier maak je een vaste. Hier maak je 5 stokjes. Hier een vaste. En hier op de hoek, dan moet je zorgen dat je in de laatste lus komt. In die derde lus, daar haak je in plaats van 5, haak je 10 stokjes. Dan krijg je een mooi rondje. Stel dat dit de onderkant is, dan haak je dus ook zo door. Dus je maakt hier een vaste in de ketting, 2 steken overslaan en in de volgende 5 stokjes, 2 steken overslaan en in de volgende een vaste, 2 steken overslaan en hier 5 stokjes. Nou, zo ga je door tot je bij de andere punt aangekomen bent. In die punt weer, dus in die hoek, haak je weer 10 stokjes en dan zul je zien dat je precies hier uitkomt met een vaste, daar met een waaier, vaste, een waaiertje wil zeggen 5 stokjes en een vaste. Nou, en dan ga je door langs het andere kantje en dan hier weer 5 stokjes in de hoek en dan ga je weer door met je vaste 5 stokjes, vaste 5 stokjes en dan zul je zien dat je hier waarschijnlijk weer uitkomt met je 5 stokjes. Dan maak je dus weer 10 zodat je de bocht om kan en dan ga je door. Dat herhaal je dus aan alle randen behalve bij de schouders. Daar maak je gewoon een toer met vaste en met dit stukje stik je dicht. Kijk zelf even hoe breed je hem dicht wil hebben. Ik heb voor mijn top de 2 stokjes genomen, de 2 losse en de 2 stokjes. Tot hier heb ik hem maar gesloten, dus het is niet veel. Maar je kan ook zeggen, ik haak hem door tot de eerste 2 losse ruimte. En dan maak ik hem daar vast aan het voorpandje, aan het rugpandje. Hier. Dan heb je deze gedeelte om te sluiten. Dus dat kun je geheel zelf bepalen. Nou, wil je nou in het midden een waaier erbij hebben hier, dan zorg je dus voor dat als jij in de toer gaat starten, waarbij jij dus, zoals hier, dan moet ik even andersom doen. Hier begin je met een waaiertje de 3 stokjes te haken. Dan maak je in die ketting hier ook 3 stokjes. En zo krijg je die splitsing. Maar zorg in het eerste toer voor dat je, als je hier uitkomt met 2 losse, 3 stokjes, 2 losse. En in de volgende toer ga je de 4 losse en 4 losse ertussenin maken. Zo krijg je gelijk die mooie ruimte van 4 stokjes aan beide kanten erbij. En kan je je motief gaan opbouwen. Dus dan begin je met 3 stokjes. En dan ga je om de ketting van 2 ook 3 stokjes haken en dan maak je 2 losse. En dan weer om de ketting van 2 maak je 3 stokjes en dan weer 4 losse. Nou, zo bouw je hem op totdat jij hier ook weer in die waaier in hebt. Dus het is een patroon met vele mogelijkheden. Maar ga eerst maar eens gewoon rechtdoor haken tot je voorbij de buste bent. Want daar zal je nu nog niet voorbij zijn, want de oksel zit midden in de buste. De breedste deel van de borsten. Haak dat eerst door en ga dan kijken, wil ik hier een waaier hebben of wil ik hem hier gewoon verbreden. Ik hoop dat dit allemaal een beetje duidelijk is. Ik heb zoveel mogelijk beschreven in het geschreven patroon. Er zitten ook diagrammen bij. En ik wens jullie heel veel succes en ik zie heel graag jullie creatie tegemoet. En ik hoop dat jullie hier heel veel plezier aan gaan beleven. Graag tot de volgende keer.